minister Hirsch Balling is aan zich natuurlijk oké. Maar dat hij de georganiseerde misdaad zou kunnen terugdringen is net zo onwaarschijnlijk als het winnen van de Nobelprijs voor literatuur door Kees van Kooten. Daarom wapenen krassenknarren zichzelf en steken altijd een schaduwportefeuille bij zich voor in case dat. Een paar verlopen creditcards, wat kleingeld en een tientje. Vraag de overvaller om je geld, geef hem dan de fake money. Een stuk lichter en eleganter dan een honkbalknuppel. Alright? Oké. Rotnacht gehad. Uren liggen woelen en piekeren. Ik denk dat het komt door al die publiciteit deze week over de bejaardenorde, de Wozoko's, de woonzorgcomplexen. Het zelfstandig alleen wonen, daar heb je het. Dat je toch onwillekeurig gaat denken. Voor 20 jaar, 75. Als mij iets overkomt. Als alleenstaande. Poeh. Dus het is zeker niet zo dat Hedy Dancona alleen de stokoude bejaarden heeft bang gemaakt, hoor. Ook de krasse vijftigersknarren. Ik was panisch vannacht. Brrr. En dan is er niemand om tegen je aan te lullen, hoor. Het is helemaal geen pretje om alleen te wonen. Rick, ben je al op? Zin in wat gezelligheid? Nou, hier dacht ik in die hoek, een rond gat en dan een wenteltrap van jou hierboven naar mij beneden. En dan hoeven we elkaar niet te overlopen. Nee. Maar mocht jou iets overkomen, of omgekeerd mij, nou ja, dan zijn we permanent stand-by. Zo zie ik het. Never nooit, Fons van der Kaal. Kijk, zolang zal ze leven niet. Dan hebben we dus enerzijds twee gescheiden eenpersoonshuishoudens, maar anderzijds hebben we een Wozoko. Een woonzorgcomplex, heel populair. En dan krijgen we subsidie op die wenteltrap, nee, Rick. Ik moet jou even ernstig tegen de muur zetten, Fons, want je bent de kassenknar. Ja. Maar je gedraagt je als een bejaarde. Je hebt op laten naaien door Den Haag. Hè? Kijk, de vijftigers in de jaren 90, dat waren de twintigers in de jaren 50. En wij zijn de nieuwe Wild Ones. En voor die vrijheid heb ik keihard gewerkt. Ben ik drie keer gescheiden. Laat ik mij niet afnemen door een wenteltrap, hoor. Ja. Never van nooit. Een Wozoko is meer dan een wenteltrap. Ja, moeder. Moeder, luister. Nee, heb je al in je schort gekeken? Hè? Is dat niet in de was dan, dat schort? En op je neus, zit hij niet gewoon op je neus zoals de vorige keer, moeder? Ook niet? Wozoko, Wozoko, een woonzorgcomplex. Hè? Dus daar woon je, is altijd iemand die zorgt dat jij je pillen op tijd neemt. Ben je je bril kwijt, gaat iemand hem zoeken, hoef ik dat niet te doen. Dat is een Wozoko. Je hebt een vlecht. Ja, moeder, luister nou. Je hebt twee vlechten. Moeder, ik heb gewoon haar. Ja, ja, ja? Ja, oké. Ik heb haar. Dat valt toevallig in twee staartjes. Ja, dat doet dat toch niet toe? Nee, al had jij drie vlechten. Precies. Je blijft mijn zoon. Precies. Maar nou, ik ga niet in een Wozoko. Moeder, luister. Je zit nou in een crisismoment. Wel, nee. Ja, jawel, het is een crisis en daar moet je een keuzemoment voor maken. Zo gaat dat. Oh. Ja, en ik kan dit ook niet meer aan. Ja? Wat? Dit valt buiten mijn locus of control. Je wat? Jij valt buiten mijn locus of control. Als ik beneden een half uur die Hardy heb staan, is die weg. Ja? Oké. Geen Wozoko. Gaan we een mooi bejaardenoord voor je zoeken. Oké? En die worden allemaal gesloten. Nee, moeder, laat je toch niet opjutten. Dat is niet waar. Dat is allemaal teruggedraaid. Oh, ja? Oh. Je leesbril, moeder. Oh, sorry. Zie je wel, kind, als ik jou toch niet had, nou, mijn leesbril. Als ik jou toch niet had.